Dit is een algemene legging. Voor wie het nodig heeft. En we kijken naar wat gaat er gebeuren de komende maand. De woestijn. En ja, dat zegt eigenlijk, je moet diep in jezelf zoeken voor de antwoorden die je wil hebben. En betrokkenheid. Een hele mooie kaart. Een samenwerking, vaste relatie, een huwelijk. Dus ja, we gaan kijken waar dat naartoe gaat. Het gaat over een verbintenis. Dus dat kan iets zijn waar je op wacht, bijvoorbeeld, hè, met de woestijn. Dus je staart in de verte van, nou, wie is er voor mij? Wie komt er aan? Of komt mijn liefde eraan? Komt diegene naar mij toe? Misschien moet je je eerst focussen op je zelfliefde, bijvoorbeeld, voordat er een andere liefde naar je toe kan komen. Nou ja, we hebben geduld, hè? Dus het kan dat je al een tijd wacht op jouw ware liefde. Hier hebben we de zwaarde 6. En hier hebben we de koning van staven. Dus daar komt die liefde aan. Dus die eindelijk komt die liefde eraan. Hè? Komt het schip binnen met jouw ware liefde. Iemand met wie je echt een super sterke aantrekkingskracht hebt. Hè? Die koning van staven. Hele vurige, passionele energie, persoon ook. Maar ook die liefde zien we hier, want je ziet die koning zijn hart geeft aan jou. En in vuur en vlam staat voor jou. Nou, we hebben de maan en hier de ridder van pentakels. En de schildknaap van zwaarden. Dat zegt mij dat het iemand is die je al kent. Iemand die jou in de gaten houdt. En die jou ziet. Ja, het kan verborgen zijn voor jou. Het kan ook dat je bijvoorbeeld op dit moment niet in contact bent met deze persoon, met de maan. Maar die communicatie, die komt er zeker aan met de ridder van pentakels. Dus grote dingen staan er te gebeuren in de komende maand. De terugkeer van jouw geliefde. We hebben de gehangene. Dus je hebt echt lang gewacht op dit moment. De dood. Dus ja, een terugkeer uit de dood, hè? Je hebt lang gewacht op deze persoon, tot deze persoon weer ging, zou terugkeren in jouw leven. We hebben de staven 4. Dus een voorbestemdheid is de grootste wens van jouw geliefde om weer terug te keren in jouw leven. En het is nu mogelijk, want eerder was dat het niet. Ik zie heel veel omstandigheden om jullie heen met de staven 5 die het nou, niet mogelijk maakte voor jullie om samen te zijn. Maar die rust, die komt eraan nu, die zwaarde 6. Dus het is iets wat verandert, hè, op dit moment met die 5. Een verandering die eraan komt. Deze persoon, deze geliefde, jouw geliefde, heeft jou in de gaten gehouden. We hebben dus schildknap van zwaarde. De stalker kaart, hè? Dus ja, deze persoon heeft jou in de gaten gehouden in het geheim met de hoge priesteres. Achter de sluier, achter het gordijn, heeft deze persoon jou in de gaten gehouden. Maar ja, nu is dus het moment dat diegene daarmee naar buiten treedt in de openheid. Dan zal het moment komen dat het contact er is. Hè? Die bekers 6 hebben we hier. Dus ja, ergens verlangen naar elkaar. Maar ook kijken en
jouw soulmate, hè? Baker 6. En nu het moment om naar jou toe te komen met communicatie. Dus uit die onbekendheid eigenlijk, uit die geheimheid te komen. En ja, daarmee naar voren te treden. En dan komt daar een communicatie aan met de schildknaap van Pentakels. Daar is die communicatie. En dan is die stilstand is dan klaar. Die ridder van Pentakels, die komt in beweging. En is die koning van staven. Daar komt die beweging aan. Daar is dat vuur, die passie. Die wordt uitgesproken met die schildknaap van Pentakels. Hè. Die communicatie is heel vurig, passioneel. En nou, hier hebben we de Baker's 10. Ook nog. Dus die liefde, hè, jouw ware liefde. Is eerlijk. Spreekt de waarheid. Komt eindelijk naar voren met die gevoelens. Heeft er lang over gedaan, hè? Want je hebt er lang op gewacht. En hier zien we dat die schildknaap van zwaarden. Jou heeft bekeken. Naar jou heeft gekeken. Jou heeft bekeken. En nu dan. Eindelijk die gevoelens gaat uitspreken. En het is jouw ware liefde, die Baker's 10. Die gevoelens zijn zo sterk en het is houden van. Het zijn niet zomaar gevoelens, het is houden van. En de grootste wens van jouw soulmate is om samen te zijn. En dat zie ik dus ook gebeuren in de komende maand. Ja, hard, er wordt hard gewerkt. De Pentakels 8. Het kan natuurlijk om letterlijk werk gaan, hè? Dus jullie werk. Maar zeker het hard werken aan iets wat heel erg belangrijk is voor jou. Dus, of voor je soulmate is. En we hebben de matigheid. En daar hebben we de staven 10. Dus het hele harde werken en toch die balans vinden, die communicatie, die komt eraan. Nou, we gaan kijken, hè, van die communicatie, hoe gaat dit allemaal verder voor jullie? Ik ga nog even verder met de legging en de verlenging. Dus nou, ik zet de link in de beschrijving onder de video. Dus misschien zie ik je daar. En zo niet, ook helemaal goed. En dan zie ik je de volgende keer weer. Oké, dag!